Gelukkig hebben jullie geen schrik van onweer. Oh, laten we even instappen, want we gaan even een testritje maken. Je doet echt alsof ik geld scheet, hè, joh. Goedemorgen, dames en heren. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Ik ben eigenlijk al enkele uurtjes wakker, want zoals jullie zien is het keihard aan het regenen. Het was zo net ook, of ja, daar straks eigenlijk keihard aan het onweren. Daarom dat ik eigenlijk al om 5 uur wakker was. Het is nu 8 uur, mijn wekker gaat ook weer af, maar ik ben al wakker. Oh, bliksem ook. Ja, het is dus nog steeds aan het onweren, dat ik niet eens hoor. Wow, trouwens, het zwembad is helemaal aan het roken ook gewoon. Misschien moet ik de best even toeleggen. Dat ga ik best straks doen, denk ik. Eigenlijk moet ik de kippen nog buiten laten. Dat ga ik wel even doen. Nou, als het straks terug opklaart en dan is het weer lekker weer, dan vind ik het best prima dat het nu even onweert. Kan best gezellig zijn eigenlijk. Het is in ieder geval echt lekker aan het pleuren buiten. Zo. Oh, de wekker ging weer af. Kijk dan eens eventjes. Ik heb zelfs hier binnen. Kijk eens, gewoon de sfeerverlichting aangedaan, want ja, het is gewoon best donker binnen. Hé, poezekatjes. Gelukkig hebben jullie geen schrik van onweer. Ik heb toch niks gehoord dat die miauwen of zo s'nachts. Dus dat is wel goed. Wow, mijn haar steekt alle kanten uit. Maar ik ga zelfs een duik nemen. Een duik? Ik ga zelfs een duik nemen, in de regen gewoon. Oké, okay, fijn. Ja, Bo is wakker, maar die gaat al meteen weg. Je gaat even naar de film met de mama. Fijn. Wat vond je van het onweer deze nacht? Ik vond het eng. Want ik was best vroeg opgestaan en toen was er ineens echt een luide knal, deze. En het raam stond nog open op onze kamer, dus ik dacht sowieso van, die gaat dat nu toe doen. En toen kreeg ik gewoon een berichtje van, ik heb het raam toegedaan. Ja, ik vind het echt niet fijn. Ik vind dat dus wel gezellig. Maar ja. Ik was echt al van 5 uur op, hè. Ik vind het gezellig als het niet te heftig is, maar het was echt luid. Ja, het heeft echt lang geonweerd. Van 5 uur tot 9 uur ongeveer, denk ik. Echt lang. Maar ik ben ook gewoon, ik heb niet meer geslapen sinds toen. Nu perfect weer voor naar de cinema eigenlijk, hè. Ja, dus jij gaat dat even doen. Ik ga nog even lekker editen. Hoe lang is het geld niet meer naar de cinema geweest? Best lang, inderdaad. Met de laatste keer met u. Nee, wacht. E.T. hebben we de laatste gezien. E.T. Dat is nog niet zo lang geleden. Toch een tijdje. Wanneer was dat? Mei of zo. Ja, mei. Ja. Het is nu augustus. Of op eind april, mei. En dan ga ik naar de leukste tekenfilm. Ja, welke gaat je kijken eigenlijk? Inside Out 2. Ja, blijkt een heel goede film te zijn. Ja, toen de eerste uitkwam heb ik die ook met mijn mama gezien. En nu ga ik die kijken met mama. En mijn zusje. Veel plezier. Dank je. En nu moet ik door de regen rijden. Ja, voorzichtig. Ik hoop niet dat het te fel is op de baan of zo. Wat te fel? Overstromingen? Jong. waarom moet je altijd overdrijven? Oh, je zat echt met je hoofd bijna in die dikke spinnenweb. Ja, dat boeit toch niet? Ja. Hier zit wel een lekkere spinnenweb. Zit je niet op camera? Nee, volgens mij gaat de baan wel gewoon vrij zijn hoor. Ik denk dat jij een beetje overdrijft. Doei. Doei. Ze zegt, ik haat het weer. Nou, ik vind het dus best gezellig. Zeker als het zo één dagje is. Want het wordt toch volgende week weer prachtig weer. Dus dan maakt mij het echt niet uit dat het nu even poepieweertje is. Ja, zoals ik al zei tegen Bo, ik ga nog even editen. En dan ga ik een duik nemen in het lekker warme zwembad. Kijk eens aan, dames en heren. Het regent zelfs nog steeds een beetje. Maar ik ga wel even het water in, want het is lekker warm. Het onweert wel niet meer, want dat lijkt me niet zo... Oh, het is echt lekker warm. Wee, yo. Het onweert natuurlijk wel niet meer, want het lijkt me niet zo handig om... in de bliksem het water in te gaan. Maar dit water is echt top, hoor. Oh. Heerlijk. Oh, genieten dit. Bo is terug. Ja. Wat heb je bij voor mij? Want ik moest filmen. Wow, dat is vet. Wow, dat is heel vet. Mocht je dat gewoon meenemen? Ja. Wow, dat is echt cool. Kinepolis popcorn, ja... houder, zeg maar, met Superman op. En jij wou toch eens graag popcorn trekken, dus voilà. Ja, dat is wel heel nice. Ja, mama had die genomen en die zei, oeh, wat ga ik daarmee doen? Heeft zij dat graag? Zo ja, dat gaat hij geweldig vinden. Ja, zeker met Superman op. Batman hier cool, ook. Hè? Spider-Man. Ja, die is vet. Moeten we ergens neerzetten hier. Ja, maar in Lieking hebben we toch zo'n film... Ah ja, we gaan die daar zetten. Oké, nu staat hij dus hier. Dit is wel het... Waar komt deze eigenlijk weer van? Ja, van E.T. Ah, ja, we moeten hier misschien nog een beetje beter indelen, inderdaad. Ja. Iets opcleanen. Maar het is wel cool. Ja, en jullie zullen waarschijnlijk wel denken van, hoezo is Bo nu al terug? Wel, in de tussentijd heb ik gewoon nog eens muziek gemaakt. Ik ben terug begonnen met produceren. Ik had er gewoon zoveel zin in. En er is al iets goed uitgekomen, hè.
Dat is leuk. Leuk liedje. Ik zal straks misschien iets laten horen. Maar ik heb echt misschien een jaar lang geen muziek meer gemaakt. Misschien zelfs langer. En ja, vroeger natuurlijk wel heel veel, voordat ik dagelijks vlogde. Ik denk dat ik elke dag produceerde. Elke dag was ik ideetjes aan het verzinnen. Ik denk dat jij dat nog wel herinnert. Van als wij nog stuurden met elkaar, dan stuurden we altijd op Snap en dan zag je altijd dat programma. Ik denk dat dat echt elke dag open stond bij mij. Ja, sinds je zit begonnen met vloggen niet meer. Ja, ik heb gewoon geen tijd meer daarvoor. Nee. Dus ja, ik had nu even tijd. Ik had even rust zonder mij. Ja, we was even weg. Dus ik dacht gewoon nog eens even. Ik had het programmaatje wel nog. Ik dacht gewoon lekker produceren even. Dus helemaal goed. Top. Misschien dus binnenkort nog nieuwe muziek of zo, wie weet. Maar dat zullen we wel zien. Oké, jongens en meiden. Ik heb weer bezoek van leuke vrienden, leuke mensen. En die zijn hier met een heel mooie auto, Niels toch? Die is eigenlijk al lang niet meer in de vlog geweest eigenlijk. Kijk, hier zit hij. Heeft het niet door. Oh, laten we even instappen, want we gaan even een testritje maken. Oh, één nadeel al. Ah, chic. Ga ik zoiets zien van mijn blog? Nee. Dit gaat al niet kunnen. Wat als er geschakelde? Met mijn nieuwe auto. Ja, ik had geen geld voor automatiek. Ik ken dat. Allee, hup, met mijn beenruimte helemaal weg. Gewoon non-existent. Hoe start ik dat? Pas op, er staat een eerste. Je duwt de koppeling in en duwt je op de startknop. Dat is niet goed, hè. Oh, laak, kijk eens zo mooi. Wauw, gordeltje aan, tuurlijk. Moet ik het filmen? Ja, jij moet nu wel filmen. Ja, want ja, dit is al een nadeel, gewoon. Wow, hoe gaat dat hier al stiller? Die knop aan de meneer tikken. Dat is allemaal high-tech. Hij schakelt wel goed. Vind je? Ja. De chauffeur toch niet zo. Ik ga echt niet uit. Ja, de boys gaan even wisselen. Kunnen we het zo gemakkelijk. Fuck you. Oké, dames. Ja, moet ik dat? Gijs filmt Gijs langs achter je. Ja, zo is als ik dat gewoon zo uit, is het goed. Het voelt wel gewoon al nice dat zo lang is of zo, vind ik. Lange auto's in bed. Dat is wel waar. Ja, ik vind het wel gewoon raar dat dat een schakels is. Vind je dat niet? Ik weet het niet, ik krijg ook mijn geschakelde bak. Dat is het beste, ja. Ja, maar dat is goed. Dan kunnen terugschakelen wanneer je wilt. Ja, nee, dat is niet ik cool. Ik vind dat bij lange auto's gek, ja, schakelen. Dat is het beste, ja. Full gas. Dingen is dat touchscreen? Nee, joh. Gast. Is dat geen touch? Je doet echt alsof ik geld scheid, hè, joh. Hoezo kan dit geen touch zijn? Ja, dat is wel gek, ik denk. Dat is toch raar? Jij hebt op je linkse en je rechtse knoppen, die zijn touch, die knoppen. Daar kun je, die rechtse is voor het rechtse scherm, die linkse is voor het rechtse scherm. Ja. Ja, dat vind ik dus al, daar gaat al niet. Ik merk wel dat het een elektrisch is. Ja, dit is inderdaad wel raar. Je hebt hier dan zo'n mega scherm en dan moet je... Hoe moet je dat zo? En dan naar boven en dan klikken? Ah, ja, kijk, dus je moet met die knop hier swipen. Voor hier het paneel, of ja, het scherm te gebruiken. Kijk, ze nu zitten met hun drietjes. Nee, maar langs buiten vind ik dit wel echt een mooie auto, hoor, dames en heren. Blijf toch echt gewoon... Mercedes blijft toch wel echt die uitstraling hebben. Gewoon mooi, netjes, luxueus, binnenkant ook. Ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het alleen op zo'n lange auto's hoort gewoon automaat of zo. Allee, ik vind dat past beter. Ik vind het heel gek om met zo'n lange auto te schakelen. Maar dat is misschien gewoon... Dat ligt misschien gewoon aan mij. Ik zal ook nog even de voorkant laten zien. Kijk eens. Mooi kleurtje ook wel. Ik vind het echt mooi. Ik vind het echt een mooi stuur. Ja, dat wel echt. Dat is al helemaal vervallen. Kijk eens. Mooi interieur wel, dat is wel echt. En zelfs achteruitrijcamera, kijk eens. Waar dat die 360 ja, dat staat te zien dat je... Ah, wow, joh, ja, 360 ook. Ik ga wel pijpen dat ik geen touchscreen heb. Maar dat is echt wel voor mensen die niet kunnen, ja, dat zou ik nog denken. Ik heb met die camera meer accidenten gemaakt dan met spiegels. Dat is zo. Nee, maar met zo'n lange auto is dat toch super chill gewoon? Nee. Nee, een echte rijder kan zonder. Ja, maar oké, okay, maar het is gewoon handig. Ja, weer door de kak. Hobby dan de mensen het schone, hè, ja. Ja, je liet wel echt allemaal kak. Ik kan wel wennen aan dit uitzicht, hoor. Mooi stuurtje zo. Jonas naast mij. Jonas. Wacht, geef eens. Geef je mijn interview, is het? Kus nu eens. Nee, dit is wel een leuke engel om te filmen, eigenlijk. Ja, is het mooi zo? Ja, je ziet stuurtje, je ziet u, je ziet doelen. Oh ja, dikke klakson. Staan we weer. Ik vind het ook echt een mooie sleutel. Dat vind ik wel echt. Mercedes heeft echt een van de mooiste sleutels. Maar ik ga hem terug aan u geven, jongen. Merci voor het ritje. En wat vond jij ervan? Hoe zat het van achter? Ah, wat? Ik heb die gekregen. Ah, deze man staat gewoon in zijn slippers. In de McDonald's. Die is pakken. Welke?
Biscoff. Ah, ja. Van Lotus. Karamel. Ja. Ik krijg geen shout-out. Dat had ik nog niet eens gezien, kerel. Nee, goed genoeg. Dat is short. Mooi, man. Gijs is verliefd. Er fietst weer een meisje voorbij en hij is verliefd. Als je dit ziet... Ja. Dat je gezien heeft. Meisje, als je dit ziet, reageer iets. Hey, oh, die heeft niet. Oh, jawel. Yes. Oh, wie heeft hier bij besteld eigenlijk? Dat is ook voor u, hè. Ah, is dat echt? Oh ja. Ik wist niet dat jij zo vriendelijk waart. Welke is voor mij? Ah, niet de deze. Echt, ja, maar jij zit zo lief, ziet er hè? Zo weinig uit. Nee, nee, dat zit tot boven vol. Ja. Nee, ik vind ook dat ze leeg zijn. En was u McFlurrytje lekker? Ik kom helpen. Maar ik zal een trucje doen, kijk. Sorry. Oh, niet zit. Nee, dat was een goed trucje. Dat had ik niet verwacht dat ze zo hard ging. Hey, merci, joh. Kijk eens. Is hem lekker? Duur. Dat vraag ik toch niet. Ja, maar dat proefde. Ja, maar eigenlijk is het echt lekker. Ik wil toch naar huis. Proef. Het is echt goed. Is dat banaan? Ja. Wat heb je gekozen? Vanille. Vanille? Ja. Mooi. Het smaakt naar. Eigenlijk zit die achterbank ook wel chill, hè? Het is wel echt mooi, deze auto. Ja. Heb je zo geen sfeerverlichting? Wat is te duur. Sorry, ik zal dat knippen uit de vlog. Wat is er hier? Tula gaat er vandoor. Hey, ciao. Hè. Nu rijdt hij zo vol tegen de auto aan. Oh ja, hij met een hond op, joh. Kijk dit hier staan. Oh, dit is toch mooi. Wil je een thumbnail een nieuwe auto? Dat heb ik al. Hey, YouTube Minds. Zo, dames en heren. Het is alweer lekker laat in de avond. Het is, zoals jullie wel kunnen zien, hier 11:45 in de nacht. En ik ben gewoon nog steeds lekker muziek aan het maken. Ik zit er helemaal terug in en ik vind het zo leuk. Ik kan misschien wel even een stukje laten horen, want ik heb een remix gemaakt van de Swedish House Mafia. Ja. Meer ga ik niet laten horen, misschien dat ik het wel op SoundCloud zet of zo. Maar ik heb het helemaal terug te pakken nog, dames en heren. Zo fijn om te doen. Ik laat natuurlijk heel veel creativiteit los door middel van de vlogs. Maar muziek heb ik ook altijd nodig gehad en ook altijd leuk gevonden om zelf te maken. En ik heb echt een jaar stilgezeten, maar nu... Ja, ik vind het echt nice dat ik dit terug te pakken heb. En dit was alweer de vlog voor vandaag, jongens en meiden. Ik was hem gisteren weer vergeten af te sluiten. Dus ik doe het nu nog even. Vergeet niet te liken hier beneden, vergeet niet te reageren. En te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Op naar de 10k. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!